werkgroep voor de organisatie van Tableau Vivant Zweler 2014. En hoe komen we op dat idee? Dat is Gijsbert, die kwam bij mij langs. Ik zit in de Stichting Kunstenaarschap Zwelo en die had een ontzettend leuk idee bedacht. En ik zag de schets van Vincent van Gogh voor me, van de schaapskudde die terugkwam uit het veld. En de herder liep erbij voor het kerkje langs. En toen dacht ik van dat kunnen wij ook. Koppelden we aan het idee om het oude kunstenaarsdorp concept in een hedendaagse setting weer nieuw leven in te brengen. Dus om dit met hedendaagse kunstenaars en hedendaagse nieuwe kunstvormen te doen. Het idee sprak mij meteen aan. Ik denk, hey, daar moeten we iets mee kunnen doen. Dus ik denk, daar kan ik misschien mijn steentje aan bijdragen. Dus dat was eigenlijk mijn eerste gedachte erbij. Dus, ja, van daaruit zijn we eigenlijk begonnen om het programma te gaan maken, het concept uit te werken. Wat gaan we dan doen? Dus, de schaapskudde als centraal beeld toch wel, hè? En dat moest toch wel echt aanwezig zijn. Op een bepaald moment was het idee er, dan moet er ook een titel aangegeven worden. En toen zagen we dat voor ons, dat die schapen die voorbij trekken bij die kerk. En toen in één keer kwam het idee van waarom wordt het niet Tableau Vivant genoemd. Toen hebben we kunstenaars bijgezet op zich om te kijken van hoe gaat dat verder. En aldoende zeiden we, ja, maar eigenlijk is het ook wel leuk om er wat gewoon belangstellenden bij te halen. Want het is toch een leuke gebeurtenis om mensen te laten zien wat kunstenaars doen, wat kunstenaars waardoor ze geïnspireerd raken en wat dan het eindresultaat is. En daarom hebben we ook een programma bedacht voor de belangstellende bezoekers. Nou, het doel om kunstenaars iets moois te bieden, dat heeft natuurlijk te maken met het prachtige landschap hier. En het dorp Zwelo is zelf al een heel karakteristiek. Behalve eigenlijk ook dat de schaapskudde een rol speelt, is ook het landschap heel erg belangrijk. We hebben kunstenaars uitgenodigd van alle disciplines, dus zowel schilders, maar ook beeldhouwers, en keramisten, fotografen. En in de tijd, ik ben Roelof Schuiling, ik woon in Zwelo. Ik heb 40 jaar gewerkt in de natuurbescherming. En ik ben vanuit de natuurbescherming eigenlijk in de landschapshistorie terecht. Dat oude landschap, dat is niet dood. Als je weet waar je naar moet kijken, dan kun je de hele oude dingen in het landschap, honderden, duizenden jaren oud, kun je nog steeds herkennen. En dat willen we vandaag eens deze week al. Dus achter ons ligt, hè, hoe geler en bruiner, hoe hoger, hoe blauwer en paarser, hoe lager. Je ziet ook, hier achter ons ligt de S, maar dat zullen we straks nog wel duidelijker zien, dat die S die ligt duidelijk op een hoge kop. Ja. En hier, het Beekdal, dat is grasland. Daar kijken we dus hier naar. Eens kijken, dat staat zo, hè. Je moet wel weten natuurlijk hoe nat het allemaal moet zijn. Maar het is heerlijk werken. Ja. Hadden ze hier overal een plaatje, hè. Als het klaar is, hoor. Ja, dat zei ik. Ja, prachtig. Ja, het is leuk zo. Nou ja, bomen staan er wel symbool voor leven en groei. En dat, ja, dat is
dat is het leven, hè? En beweging en in de grond staan. En daarbij hou ik erg van vormherhaling en ritme in werk. Dus dat je de elementen terug laat komen, de vormen. En ik vind het werken met op zo'n tableau eigenlijk, geeft mij structuur. Binnen die kaders mag ik graag werken. Ik ben bezig met een beeldenserie en dat gaat over samen en spelen. En dat zit ook een soort wens en een visie achter dat ook volwassen mensen wat meer spelen. Op een gegeven moment waren ze aan het werk en dan kom je langs en dan zie je ook al, ja, die is aan het werk. En die is innig tevreden. En ik heb die reacties teruggekregen van kunstenaars. Dat wat zij waardeerden, dat was de grote vrijheid die ze kregen. Ze kregen soms wel vragen van, ja, waar moet ik gaan zitten? En dan zeiden wij van, ja, zoek maar een plekje uit. Achter de grote schuur loopt de schaapskudde iets wat onrustig over het veld. De vaders, de rammen, zien er prachtig uit met hun goed ontwikkelde gedraaide horens. Eigenlijk zijn ze vrij klein van bouw met hun lang sluik afhangende vacht. De moeders, ooien genoemd door ons mensen, hebben geen oren, hebben geen horens. Hun kop is smal driehoekig met vrij korte oortjes. De moeder Drentje, de aanstaande moeder uit dit verhaal, heeft al eerder kleintjes... Het is dan meer doen. Prachtig. Het is echt om in ballen om te kijken. Ja, ik laat dingen weg, dat klopt. En alles wordt het, ja, fotografisch, hè? Ja. Zo'n plan, ik denk van, ik ga gewoon hier te plekken. Als ik een plekje heb uitgezocht, ga ik het ook echt hier opzetten. Zo echt helemaal in de omgeving zelf, in de sfeer zelf. Ik zet het eerst in acryl op en dan werk ik het later in het atelier met olie. Olie werk ik het verder uit. Is dat speksteen, hè? Ja, klopt. Ja. Allerlei kleuren is dat er. Dat vind ik altijd heel mooi. Ja. Kijk, en allemaal kleuren door elkaar heen ook gewoon. Kijk, hier zit gewoon groen en bruin en alles zit er. Alle tinten komen erop. Strepen, ja, pikkeltjes. Ja. Nee, dat kom weer bekijken dan alleen op het knopje drukken. Oh. Het is eerst een beetje de compositie bepalen en de belichting. En nu is het af en toe zitten er hele lichte vlekken in de lucht. En als dan de zon daar vanaf de andere kant op schijnt, dan heb je al heel snel overbelichting in je lucht. En dan werk ik meestal bewust met een kleine scherpte diepte, dat je dingen op de voorgrond heel wazig krijgt en de dingen op de achtergrond dat die juist scherp naar voren komen. Ik zal laten zeggen, ik ga hiervoor even een parasolletje opzetten. Dat vind ik ook jammer. Ja, ik laat mij eigenlijk, als ik naar mezelf kijk, ik laat me inspireren door het licht. Dat mis je nu een beetje, omdat de zon nou net even verstopt is. Maar ik vind het licht op het landschap en dan die schakeringen weergeeft, dat vind ik heel mooi. En dat probeer ik ook weer vast te leggen in mijn schilderij. Dus echt het schilderen van het licht.
En uiteindelijk komt het allemaal op die grote platen terecht. Maar dit zijn dan een beetje de voorstudies ervoor. Voor mij betekent dat ik Van Gogh achterna wil gaan. Ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk ook dat beeld weer te geven wat hij gemaakt heeft, die beelden. En ik ga dat natuurlijk componeren. Ik ga de moderne zaken in plaatsen. Maar uiteindelijk wordt het beeld een beeld zoals Van Gogh ook zou maken als hij nu zou leven, denk ik. Ja. Wij wilden gastvrijheid uitstralen. Een beetje het artist in residence idee. Van de kunstenaar hier welkom heten. Faciliteiten bieden. Op gang helpen. En in de hoop dat er dan iets moois zou ontstaan. Aan het eind van de dag de speel binnen. Ja, dat vond ik ook heel duidelijk. En ik was daar de hele dag nog niet geweest. En dat vond ik toch wel indrukwekkend, want dat was een gezellige roezemoes. Ja. Ze waren weer bij elkaar gekomen, ze waren elkaars werk aan het kijken, elkaar concepten schetsen. En er hingen daar dingen aan de muur die ik eerder die dag ook al had gezien, als schets en in de maak, en dat stond daar bij elkaar. En ik ben ook erg benieuwd straks als de tentoonstelling in het kerkje wordt gehouden op 13 en 14 september.